Het Nationale Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname houdt een workshop voor nationale stakeholders, waaronder de overheid, het maatschappelijke middenveld en de inheemse en tribale volken. Wij voeren u terug naar het moment. Vandaag hebben we de validatieworkshop in het kader van het ontwikkelen van wat wij noemen het Suriname informatiesysteem over safeguards. Het heeft te maken met het Red Plus programma. En het is een van de kerncomponenten die Suriname in place moet hebben om door te gaan naar de Red Plus uitvoeringsfase. Ik heb vernomen in de periode maart-oktober werd er een consultatie gehouden. En hoe is dat eigenlijk afgelopen met de stakeholders? Oké, bij het ontwikkelen van het Suriname informatie systeem of safeguard is het erg belangrijk geweest dat we nationale consultaties hebben gedaan met alle relevante belanghebbenden. En in dit kader zijn er consultaties geweest met instituten, dus de Surinaamse overheid, organisaties, NGO's. Maar daarnaast is het ook belangrijk geweest dat we consultaties hebben gehad met de verschillende inheemse en tribale volken in het binnenland. Dus ook met de 10 inheemse en tribale stammen zijn er consultatierondes geweest. En die hebben specifiek plaatsgevonden in de periode maart tot en met zeg maar september was dat. Ja. En wat is eigenlijk uit de bus gekomen? Vandaag ligt er op tafel een finaal concept van hoe het Red Plus Safeguards informatiesysteem eruit zou moeten zien. Dat is geformuleerd op basis van de nationale consultaties. Dus het doel van vandaag is met z'n allen nagaan van is dit wat op tafel ligt vandaag conform de feedback van alle instanties, alle ITP groepen. Zo niet, dan kunnen we vandaag dan praten over, over de feedback. Men krijgt daarna vandaag ook nog een periode waarmee men alsnog een commentaar kan leveren. En aan de hand van alle feedback is de bedoeling dat we dan gaan afronden met een finaal safeguards informatiesysteem. En hoe lang duurt dat, denkt u? We willen in december dit jaar willen we gereed zijn daarmee. Vincent J. kreeg een straf van 15 jaar voor de moord op Alex Riley. Zijn advocaat Maureen Nipte had gepleit voor noodweerexces, maar daar ging rechter Alida Johans niet in mee. Uit een psychologisch rapport blijkt dat de dader agressief is. Ook zijn vroegere vriendin had getuigd dat de man gewelddadig is. Volgens een psycholoog leidt Vincent aan een persoonlijkheidsstoornis en is hij nog steeds boos. De rechter zei dat Vincent zijn gedrag rechtvaardigt op basis van het gedrag van een ander. Frederik B., zijn wens, was om zijn 60ste verjaardag over 6 dagen in vrijheid te vieren. Echter zal hij de komende 20 jaar een gevangenisstraf moeten uitzitten, omdat de nu bijna 60er een man neerstak met een schaar. De man had aangegeven dat het hem enorm speet. Rechter Alida Johans acht de doodslag wel bewezen, aangezien uit niets bleek dat de verdachte gewurgd werd door het slachtoffer. Nog uit getuigenverklaringen, nog uit camerabeelden, bleek dit het geval. Frederik B. werd dan ook tot 20 jaar en psychologische begeleiding veroordeeld. Gregory C. werd woensdag vrijgesproken. Op de vorige zitting kon Gregory nog ontploffen van ontsteltenis nadat hij de strafeis van 1 jaar en 3 maanden tegen zich hoorde eisen. Hoewel die eis betekende dat de man, die van verduistering van 500.000 SRD werd verdacht, geld dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting toekwam voor de uitbetaling van de algemene kinderbijslag, direct op vrije voeten kwam, kon hij zich daar niet in terugvinden. Ik ben onschuldig. Ik heb niets gekocht met dat geld. Ik vind het verschrikkelijk, zei hij nog op de vorige zitting. Maar de officier van justitie, Astrid Niamat, gaf aan op de vorige zitting dat de gelden niet waren teruggestort. De officier achtte toen nog bewezen dat de gelden bestemd voor algemene kinderbijslag waren verduisterd.
Op 27 november vertrekken de jongeren Safiella Willems, Kajel Koenkoen, Castel Sharma, Surilfa Warso Semito en Raoul Turnford naar Cuba voor een medische studie. Het betreft een studiebeurs waarvan de reiskosten door middel van sponsoring gefinancierd zijn. De overige kosten voor de huisvesting en medische opleiding worden door Cuba gedekt. Woensdag heeft minister Antoine Elias op het ministerie van Volksgezondheid de tickets overhandigd aan de 5 studenten. De selectie heeft plaatsgevonden door het bureau Onderwijs en Studiefaciliteiten, BOS. Om in aanmerking te komen voor een studiebeurs, dienen gegadigden over onder andere een VWO-diploma te beschikken. Naar zeggen van de minister is de studiebeurs een goede uitkomst voor studenten die geen plek hebben gevonden op het Medisch Wetenschappelijk Instituut MWI. Het Standaardenbureau Suriname heeft voor het bedrijfsleven een workshop georganiseerd. Wij voeren u terug naar het moment. Wat we vandaag aan het doen zijn, is een workshop specifiek voor bedrijfsleven. Om ze bekend te maken met de verschillende WTO-TBT-tools die we gebruiken om informatie te krijgen over landen waar ze naar willen exporteren. Ook geven ze informatie over de diensten die wij verlenen aan hun overzeese partners wanneer ze de producten willen importeren naar Suriname. Ja, hoeveel bedrijven nemen deel vandaag? Min of meer 30 tot 35 bedrijven hebben zich aangemeld en zijn vandaag aanwezig. En wat voor producten worden allemaal geproduceerd en of aan welke standaarden? Moeten ze gaan voldoen om te exporteren? Ja, nee, dus waar we nu aan werken is gewoon hun de informatie te geven waar ze terecht kunnen om te vragen naar de verschillende wetten, vooral die van toepassing zijn in de landen en de standaarden die daaraan gekoppeld zijn. Maar als je het hebt over specifieke standaarden, is het een natraject. Dus nu is het gewoon beginfase. We geven de informatie van hey, wil je exporteren naar Amerika? Kan je dan op zo'n website of bij zo'n instantie terecht voor de informatie. Zodat het voor hun vergemakkelijk wordt om aan informatie te komen. Want we horen de laatste tijd veel van hey, ik wil exporteren, maar het duurt zo lang voordat ik aan informatie kan. En om die barrières weg te werken, hebben we gemeend om te kijken naar de verschillende tools die ter beschikking worden gesteld vanuit de internationale gemeenschap. En die ook beschikbaar te stellen voor onze nationale producenten en bedrijven. Oké, en wat zijn uw toekomstverwachtingen? De toekomstverwachtingen zijn dat ze alvast een listing naar ons toe sturen van de bedrijven, van de landen waar ze denken te gaan exporteren. Zodat we alvast de informatie kunnen opvragen. En dat ze ook adequaat gaan participeren op die platformen die we vandaag gaan presenteren. Zodat zij ook hun stem laten horen. Komt er een nieuwe regelgeving in een bepaald land, geven zij ook feedback daarop. Zodat we kunnen zeggen van hey, Suriname participeert nu. Niet alleen maar als observer, maar ook als participant. En wat was de feedback tot nu toe geweest? Tot nu toe is het heel goed. Ze hebben grote interesse in die tools. Maar alleen hebben we onze discussies iets wat later. Dus dan na de break zal ik dan meer zien van hey, waar liggen die knelpunten nog meer? Want dit is pas een beginpunt. We weten, informatie is schaars. Maar misschien zijn er meerdere knelpunten. En dat hoeven we dan tijdens die discussies aan het einde van de dag ook te mogen vernemen. Heeft u een boodschap voor het bedrijfsleven? Yes, voor de mensen die vandaag niet aanwezig konden zijn, volg onze website. Want daar kunt u ook dan de informatie vinden hoe u aan die nodige tools kunt komen. Maar daarnaast kunt u ook altijd bij ons terecht op kantoor. Waar u dan van ons begeleid wordt hoe u gebruik kan maken van de tools. En ook als de tools een beetje moeilijker zijn voor u, vragen wij zelf de informatie voor u op van die verschillende landen. Rechter Alida Johans achtte woensdag wettig en overtuigend bewezen dat Quinoa Z zich schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde doodslag van een vrouw. Het verweer gevoerd door advocaat Harold Belfort dat er sprake was van een noodtoestand werd door de rechter verworpen omdat er geen concrete situatie was om op die manier te handelen. De man wilde meer dan $200 die hij ontving verdienen. Zijn verklaring dat hij een slavenbestaan leed klopten volgens zijn echtgenote en kinderen niet. Quinoa begaf zich op een avond naar de woning van zijn werkgever. Daar hield hij zich schuil in de wc en ging in de ochtend naar de kamer waar het geld was. Op weg naar het geld schreeuwde het latere slachtoffer en de rechter zei dat Quinoa het motief had om dit schreeuwen te stoppen. Na het om het leven brengen van de vrouw
nam hij het geld weg. Een erbarmelijke situatie waaronder penitentiaire ambtenaren bij de penitentiaire inrichting Santo Boma moeten werken. Deze ambtenaren beschikken op hun dagelijkse werkplek niet eens over een behoorlijk toilet. De PA's moeten na elk gebruik van het toilet zelf water aandragen en bijvullen om hun behoefte door te spoelen. Ook de badruimte ziet er slecht uit. Het is niet eens voorzien van een douche. Er valt water uit de kraan, welke wordt opgevangen in een emmer. Het gebouw verkeert in een vervallen staat. Het plafond wordt opgevreten door houtluizen en bij de ramen ontbreken vrijwel alle shutterglazen. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de awareness over de huidige economische situatie vergroot dient te worden. Volgens hem moeten alle actoren hun achterban intensief informeren over de gevolgen van de nieuwste lening die de staat aangaat. Volgens hem is die awareness er nog niet. Daarom is het starten van acties niet gepast. Zo reageert hij op de harde taal die is gebruikt tijdens de discussieavond, georganiseerd door C47. Daarbij hebben diverse vertegenwoordigers van de vakbeweging, politieke partijen en bedrijfsleven opgeroepen tot strijd. Volgens hen moet er niet gewacht worden tot 25 mei 2020 om deze regering weg te jagen. Bij de nieuwe lening van $150 miljoen via Oppenheimer worden de devisieinkomsten van ons land verpand. Het ministerie van Volksgezondheid is bezig met het creëren van wetgeving om artsen te verplichten om ook in de verre districten te werken. Dit accentueerde Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, tegenover lokale media. Hij vindt het onacceptabel dat artsen met allerlei smoesjes komen om de verre gebieden te vermijden. Het medisch beroep is een bewuste keus. Wij verplichten de artsen om ook naar het binnenland te gaan. En dat beleid gaan we niet loslaten, luiden de woorden van de minister. Hij is van mening dat er in de verre districten werk zat is, zeker voor de komende 10 jaren. Studenten die middels een studiebeurs naar Cuba vertrekken, hebben dus volop werkgelegenheid wanneer ze terugkeren naar Suriname. Gisteren hebben 6 ambassadeurs hun geloofsbrieven aangeboden aan de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse. Het betrof de ambassadeur Igor Ascuy González van Cuba, ambassadeur Tatsui Hirayama van Japan, ambassadeur Bruce Jeffrey Lenden van Australië, ambassadeur Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro van Portugal, ambassadrice Sandra Leng Liken Sederova uit Tsjechië en ambassadeur Fernando Pons van de Europese Unie. De ceremonie begon met de aankomst van president Bouterse op het presidentieel paleis. De militaire kapel speelde het volkslied en de president begroette de erewacht. Nadien werden alle diplomaten welkom geheten met hun volkslied en de erewacht. De functionarissen hebben daarna hun geloofsbrieven overhandigd aan de president. NDP-parlementariër Ousmane Wangsa Besari keurt het af dat vertegenwoordigers van de vakbeweging, politieke partijen en bedrijfsleven onjuiste en misleidende informatie gebruiken om de samenleving te dwingen het land plat te leggen. De vertegenwoordigers vinden dat niet gewacht moet worden op 25 mei 2020 om deze regering weg te jagen. Het is kwalijk te noemen wanneer bewust niet de juiste informatie over wordt gegeven aan de gemeenschap, waardoor zij ten onrechte wordt beïnvloed. Alleen maar om een momentum te creëren om actie te kunnen voeren tegen de regering, zegt de politicus die ook voorzitter van de commissie van rapporteurs was van de gewijzigde wet op de staatsschuld aan het Dagblad Suriname. Secunderwetje Events presenteert op zaterdag 23 in Nice een stand-up comedy night met Ridoen en Lucky Singh rechtstreeks in Nederland. Daarnaast treden zij ook op in NTC Nikeri op 24 november. Wij voeren een gesprek met hun. Kijk toe mee. 1, 2, 3, 4. We mahiwe. We mahiwe. Mahi menu chateo.
Sikkenderbetje Events presenteert hun komende evenement zaterdag. In samenwerking met, of ja, samen met Lucky Singh, met zijn band dit keer. Lucky Singh, welkom in Suriname. Hoe was uw vlucht? Dankjewel, het was goed hoor. Stop, zeker. Oké, het wordt een stand-up comedy night met jouw band dit keer. En hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Eigenlijk het concept is van Sikkenderbetje. En ja, ik kom eerste keer met mijn eigen team, full team, Redoen, de Music Hunters. En volgens mij is het ook de eerste keer die Comedy Night Concert is het volgens mij toch? Ja. Yeah. En wat kunnen bezoekers verwachten van Redoen en Lucky Singh? Ik kom eigenlijk vaker in Suriname voor jullie. Veel shows geven, maar dit keer is echt groot iets. Ja. Comedy Nights, eerste keer en ik ben aanwezig met mijn eerste keer ook met mijn complete band eigenlijk. En ja, dit is eigenlijk eerste keer voor ons, complete band. En wij gaan zeker wat leuks maken daar. En wat gaat u speciaal voor uw fans doen? Want we hebben recent op YouTube mogen zien zoveel clips. Ja, laatste zijn we veel bezig. Ik Mulakaat komt sowieso, op die dag gaan we optreden zingen. En daarna, dat ze niet alleen bijvoorbeeld slow nummers gaat komen, alleen met ook chutneys en ook bhangra's en alles mix. Oké, u heeft ook op uw Facebookpage gelanceerd dat u gereed staat met uw album. Hoe ver bent u daarmee? Ja, als de mensen gaat zaterdag komen, dan krijgt ze ook een series van mij. Yeah. En jullie gaan ook richting Nikeri. Hoe staat het daar met de voorbereidingen? Ja, die zijn een soort zijn een dansavond, neem ik aan. En dan gaan we ook knallen daar. Ja. Yeah. Redoen is uw muziekformatie, uw muziekgroep. Ja. Hoe lang bestaat deze al? Die bestaat eigenlijk al lang. Vroeger was Lucky and Friends. En daarna, ik denk 3 jaar is nou, die naam is Redoen geworden. Redoen is eigenlijk een Redoen en Doen. Is het twee namen is bij elkaar eigenlijk. En dat is die naam Redoen. Ja. Naast u hebben we uw collega-zanger, vertelde u me, Erwin Durgaram. Wat kunt u mij vertellen over Redoen? Redoen is een fantastisch concept. Om het even uit te leggen, kijk, Lucky Singh is niet alleen in Suriname heel erg populair, maar ook in Nederland. Ik denk dat hij een van de meest geboekte artiesten in Nederland is. En zo is hij op het idee gekomen om zijn eigen formatie te starten. Want hij was altijd een veelgevraagde artiest voor evenementen. Maar omdat mensen hem ook in privésferen begonnen te benaderen, zeggen van, hey, ik zou graag willen dat je op mijn feestje komt spelen, kwam hij met het idee om Redoen te starten. Nou, hij heeft inmiddels een prachtige formatie samengesteld, waarmee hij wekelijks 2-3 keer speelt. Helaas, vanwege werk en andere privésituaties, kon niet de volledige team komen. Maar omdat Lucky Singh zo'n ervaren, bekende artiest is, heeft hij ervoor gezorgd om ja, toch wel de topartiesten, of tenminste topartiesten, mee te nemen. Waaronder Arjun Kewal op de drums, die wel in zijn vaste band speelt, Arnold Sarju, die ook heel bekend is in Nederland met zijn eigen projecten. Romeo Durgara, mijn neef. Suraj Jiawan, een van de meest gevraagde gitaristen. Prawees Ramjaas, die ook regelmatig speelt in Redoen. Dus hij heeft een complete toffe band gebracht om al die fans en alle belangstellenden lekker te vermaken, zeg, met goede muziek. En wat mensen daarin kunnen verwachten is dat Redoen is een hele andere ervaring. Kijk, Lucky komt vaak naar Suriname en mensen weten wat Lucky kan. Maar ze mogen deze evenementen niet missen omdat hij dit keer met zijn eigen band komt. Dus het is een hele andere ervaring. Er komt klassiek voorbij, er komt moderne muziek voorbij, er komen chutneys voorbij. Er komt echt alles, passeert de revue. Dus iets wat je niet mag missen. Oké, u bent voor het eerst in Suriname samen met Redoen. Hoe ervaart u dat? Nou, het is niet voor mij de eerste keer Suriname. Ik ben al een paar keer eerder geweest met andere formaties, maar met Redoen tot nog toe is het fantastisch. Ik heb in Nederland ook de eer gehad om een paar keer met Redoen mee te doen, uiteraard. Op momenten dat de vaste bassist niet kan, bijvoorbeeld Richard Nanprasad. En het is altijd fantastisch. Wat goed is van Redoen is dat, kijk, muziekformaties die hebben een repertoire, maar de kracht van Lucky Singh is dat hij on the spot verzoekjes kan inwilligen. Dus als mensen zeggen, ik wil graag dit nummer horen, hij speelt met zulke muzikanten die ook ter plekke gelijk dat nummer ten gehoor kunnen brengen. En dat maakt de ervaring anders. Oké, en wat zegt u ten slotte aan uw fans? Nou, ik heb niet direct fans, maar wat ik wil zeggen voor de fans van Lucky Singh, nogmaals, je mag dit niet missen. Het wordt een avond waarin alles de revue passeert, van mooie classics tot moderne
nummers, ook de hits die jullie onlangs op YouTube hebben kunnen behoren en luisteren en zien, die zullen zeker komen, maar dit keer in een live jasje. Dus je mag dit niet missen, ik hamer erop, mis het niet. Zorg dat jullie aanwezig zijn op een van de data dat wij gaan optreden. Terug op Lucky Sing, iets voor uw fans, alvast een opwarming. Opwarming, ja. Ik mulaqaat me, baat hi baat me, unka yun muskurana gazab ho gaya. Oké, Farish Prasad, je bent zaterdag 23 ook van de partij. Wat kan u ons hierover vertellen? Ja, Poonam, alles goed met jou? Dit gaat omtrent mijn album en ik zal mijn album officieel launchen op 23 november, zaterdag aanstaande. Oké, Farish Prasad gaat optreden met Classics, begrepen wij. De muziekgroep Classic zal mij begeleiden en ik zal enkele nummers hieruit presenteren voor het publiek. Is Farish Prasad nu officieel lid van Classics? Dat zou ik even niet willen verklappen. Laten mensen het even... Laat ik het nog in de spanning houden. En als mensen daar zijn, natuurlijk verwachten wij een follow-back. Dan kunnen mensen zelf zien wat er zal gebeuren. De organisatie gaat ook richting Nikeri. Ben jij ook van de partij? Ja, ik ben er ook bij. En samen met Lucky Sing, de groep Ridhoen, gaan we een leuke avond van maken in Nikeri. En wat zeg jij tenslotte aan je fans? Nou, dat ze het mogen meemaken aanstaande zaterdag. Dit is mijn album, zoals jullie weten, Meri Pehchane. En ik zal de officiële launch zaterdag 23 november in Anthony Nesty Sporthal doen. En er is ook een verrassing natuurlijk, maar dat hou ik nog even in de spanning. Je hebt je album net getoond. Graag een stukje voor je fans dan. Zo, oké. Tu jahan chalega, mera saaya saath hoga, mera saaya, mera saaya, mera saaya. Thank you. Uw aandacht voor de sportberichten. De slagbalcompetitie werd zondag voortgezet. Het waren de laatste wedstrijden in de reguliere competitie. Er stonden twee wedstrijden op programma. De slagbalvereniging SSQ verloor hun wedstrijd van Real Rens. SSQ verloor hun wedstrijd met 90-98. De dames van Celebration waren met 119-90 te sterk voor Innovate. De finale ronde van de slagbalcompetitie gaat op zondag 1 december van start. Het schema ziet er als volgt uit. Om 12 uur Hepro tegen Flamingo. Om 13:30 Celebration tegen SSQ. Om 3 uur True Legends tegen Shining Star. En om 16:30 Real Rens tegen Innovate. De wedstrijden worden op het Hindalaya-veld gespeeld te Rahimalweg. De laatste speelronde van de Surinaamse Troefgolbond werd dinsdagavond voorgezet. De top 10 ploegen werden op deze avond bekendgemaakt. Het Hofje en Olaria speelden onder streng toeziend oog van de jury een heel belangrijk gelijkspel 87-87. De hoogste score van het Hofje, Monika Drenthe en Rivka Schattevol 27 punten. De hoogste score Olaria, Henk Amstelveen en Andrew Muller 29 punten. Besan Boys stelde hun finale plaats veilig door in een spannende wedstrijd van Colibri te winnen met 81-74. De hoogste score Besan Boys. Rajesh Kumar Ramgulam en Omish Prakash Behari 28 punten. De hoogste score Colibri. Arnold Oron en John Esseboom 22 punten. Palan Boys maakte gehak van Shakti en won met 90-53.